Liefhebbers van mountainbiken, zowel beginners als gevorderden, konden op 3 september hun hart ophalen tijdens een heuse mountainbike clinic met onder andere Daphne van der Brand. De opbrengst was voor Trappen voor Thijs. Een sponsoractie opgezet voor Thijs van Ras uit Zeeland, die aan het ongeneeslijke stofwisselingssyndroom van San Filippo leidt. Je staat hier nog wel mooi te kijken, maar van afstand al die mountain. Ja, we hebben vanmorgen met 13 man 96 kilometer gefietst en het was heerlijk weer. Het was vandaag fantastisch. Maar jij zegt heerlijk gefietst en heel veel mensen gaan heerlijk fietsen. Maar jullie doen er wel een bepaald doel, hè? Ja, wij gaan fietsen voor Trappen voor Thijs. Ja. Thijske Verras. Ja. Dat proberen we snoezelkamer voor bij elkaar te fietsen. We laten ons eigen allemaal sponsoren. We proberen minimaal 500 euro per persoon bij elkaar te sponsoren. En dan gaan we voor fietsen. En dan ben je 25 september. Ja, van Amsterdam naar Zeeland. En dan vertrekt hij alleen in Amsterdam, morgens vroeg. Amsterdam, ik geloof dat we daar 9:30 of zo vertrekken. Dus dat is niet zo vroeg. Hè. En ik heb begrepen dat jullie dan rond een uur of 4, 5 op het sportpark in Zeeland aankomen. Dus iedereen die jullie wil verwelkomen, dan die moet die laatste 500 meter langs de weg staan. Dat of niet? Zou wel heel leuk zijn. Ja, dat denk ik wel. Dat zou wel heel leuk zijn. En dan misschien nog niet eens voor ons, maar in ieder geval voor Thijs en net veel mensen ondersteunen. Want, Kun je even vertellen wie Thijs is? Ja. Thijsken is het zoontje van mijn neefje, van Frans Verras. En dat manneke, die is ernstig ziek. Die het syndroom van San Philippe of zoiets. Ja, en dat gaat echt dramatisch slecht met manneke. En die kan eigenlijk al niet meer normaal spelen. Dus het zou heel belangrijk zijn dat hij kan spelen dadelijk in de kamer met een zachte omgeving. Dus waar hij kan vallen en waar hij zijn eigen mag stoten en noem maar op. Maar ja, dat spulletje kost allemaal belachelijk veel geld. Dus, En toen had Leon Verhofstadt het dit verzonnen. Nou, ik vind het een fantastisch initiatief. Oké, ik hoop dat je heel veel geld bij elkaar dat meer opbrengt dan de planning was. Mooi zo, bedankt. Okay. Mensen, welkom allemaal. Erg goed om te zien dat jullie met een leuke initiatief voor Trappen voor Thijs met zulke grote getallen op zijn gekomen. 47 deelnemers in totaal. Dus dat is een leuke bijdrage. Erg goed om te zien. De mountainbike clinic, wat houdt dat precies in? De clinic bestaat voor de volwassenen uit 2 delen. We beginnen hier op het grasveld even wat techniek uitleg. We hebben daar een vierkantje uitgezet, daar gaan we een oefening in doen. We hebben daar een slalommetje uitgezet. En hier heb ik nog een proefje uitgezet, dat is een stukje timing en dan gaan we een bidon leren wegslippen. Dan splitsen we de zaak op in verschillende niveaus. We hebben 5 begeleiders. Daphne van der Brand hebben de meesten wel eens van gehoord, denk ik. Jacques Jans. Lokale man van de wielerclub, kent hij natuurlijk ook elk paardje, die pakt de groep. Kees de Beus, hetzelfde verhaal, frequent fietsen, die pakt de groep bij. Ik had op het formulier gezien dat er wat experts bij waren, die mogen dan met mij mee. Kijken of ik daar nog iets van kan leren. Na de pauze doen we gezamenlijk op de heuvelrug ook nog wat techniek, wat afdalen, wat klimmen. We gaan eerst even een groepsfoto maken, want het is wel een mooi moment met zo'n grote club bij elkaar. Dus als iedereen van deze kant wil komen staan, dat we niet in de zon kijken. We staan nu nog allemaal met de voeten aan de grond, maar we gaan allemaal trappen. En dan gaan we elkaar even een handje geven en even voorstellen. Dan doen we even speeddaten. Het is wel de bedoeling dat ik de hand loslaat. Dan... Gaan de spelregels iets veranderen? Hoi. Luister, we blijven in het vak. Wie zijn voeten aan de grond zet, die gaat het vak verlaten. Alles is geoorloofd. In de weg rijden, duwen. En het vak wordt steeds kleiner. We zijn veel te lief voor elkaar. Ja, goed zo. Maar wat spannend! Ja, hier is er eentje uit en hij ook! Hey. Makkie! Hey, heb je dat de ronde mis? Rechts je duim nog schakelen! Deze kan ook, hè? Ja, deze kan ook! Kijk! Kleine voordoen. Maak snelheid. Gaan staan, kijken. En we slippen er weg. Ja, kom maar. Draaien. Goed zo. Daar nog verder doordraaien. Ja, kom maar. Terug, hè, jullie. Rechtsom. Juist. Vol afdraaien naar rechts. Ja. Ja, goed. Nog meer draaien. Kom maar. Beginners mogen bij Kees en bij John. Wat ook bij de buurt?
Kom maar. De kinderen mogen met mij mee. Dus kan beginnen. Gaan we toch mee, hè? Gaan we met mij mee? Hoi. Zijn er mee, hun? Ja. Doei. Ik doe sociaal bedrijf. Hij is nodig, denk ik. Ja. Buiten, jongen. Dus, ik fiets allemaal door de week. Ja, zo ver zijn we. Klopt. Hier verder tafel deur, denk ik. Snelle groep. Yeah! Hoi. Hey. Goedemiddag. De allerbeste groep. Dat is de allerbeste groep. Ik heb de beste groep. Geweldig. Hier staat drinken. We hebben een fles, een bidon bijvullen. Oh, lekker. Dat is goed. We hebben fruit. Van alles hier. Becky. Dit is Ranja. Ja, dit is meer. Iets in verzoenlijk zit. Hallo. Hallo. Hoi. Nee, maar dat kunt ook wel. Ik ben er overal geweest, hè? Oh, dat kan ook. Het kan ook nou in je eigen gebied om dan drinken. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ding omhoog, dat is vier omhoog. Daar hebben we wel meer gefietst van, hè? Ja, dat is goed. 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 Ja, was toch een eitje of niet? Ik zag het. Een halve. Ja, komt ie! Hop, hop, hop! Ja! Oh, bijna! Hey, last! Te veel power op voorwiel! Hij is extreem moeilijk vandaag. Kijk, maar jullie gaan zitten. Ja.
Ja, zwaaien! Je moet je eigen sterren! Ja, zwaaien! 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 Ja, ook wel weer, maar we leren het allemaal wel vlug, hè. Maar ja, bij jullie hebben we het toch wel makkelijker gehad. Jongens, bedankt voor de inzet. Ja, ja. Ja, bedankt voor de inzet. Ja, jullie bedankt, was gezellig. Ja, hartstikke bedankt. Ik zie dat er in Zeeland zoveel talent staat, dat weet ik nou ook weer. Dan moet je dat toch zo één keer wat wachten. Heel bedankt.